260 jaar Samakadaka wordt dit jaar groots gevierd. De stichting 19 september 1962 heeft gisteren op een persconferentie aangegeven dat vanaf 1 juli tot en met Samakadaka op 19 september er verschillende activiteiten gepland zijn om de gemeenschap bewuster te maken van de Samaka-cultuur. Rinaldo Huur, voorzitter van de stichting, zegt dat vanwege de COVID-19-pandemie er de afgelopen 2 jaren geen activiteiten zijn georganiseerd. Het bijzondere ervan is dat dit jaar het 260ste jaar is dat onze voorouders de traktaat had getekend met de koloniale overheid. En dat maakt het zo bijzonder om te gedenken en te vieren. Verder heeft het bestuur gemeend om dan een commissie in het leven te roepen om dit alles, alle activiteiten, ja, ten aanzien van 19 september naar 19 september toe te coördineren. De commissie Herdenking Samakadaka 2022 heeft dit jaar gekozen voor het thema Eenheid en saamhorigheid voor de ontwikkeling van Samaka. De voorzitter van de commissie Humphrey Yeru, zegt dat de centrale plek voor dit jaar Pokigrong is. Dat is het laatste dorp in Sipaliwini dat met de auto bereikt kan worden. Onze activiteiten zijn gericht op het Surinaams volk, in het bijzonder de Samaka. We willen de Surinaamse gemeenschap bewust maken van de Samaka-cultuur. Kleding, gerechten, dans, zang en zo aan. Omdat we weten dat het belangrijk is dat men ons kent, dat men weet wie we zijn en dat we dat naar buiten brengen. Ons doelgroep is eigenlijk Surinaamse gemeenschap, maar ook de wereldgemeenschap. In het bijzonder de Samaka. Want de wereld moet van ons horen. Als ze dat nog niet hadden gehoord. En we hebben gemeend om onze activiteiten niet alleen hier in Suriname, niet alleen in Pokigrong, niet alleen op boven Suriname te doen. We willen iedereen die valt onder de Samaka Gama, het instituut van de Samaka Gama, iedereen die daaronder valt, waar je ook bent. We willen je op de hoogte houden en we willen je vragen om mee te doen met Samakadaka. De eerste activiteit is een Gafagadunetti op 1 juli, waarbij er lofprijzing aan de Heer gedaan zullen worden. Ook zal er gebeden worden voor de Samaka, die in noodlijdende situaties verkeren. Tot 19 september zijn er diverse activiteiten gepland die de cultuur van de Samaka moeten uitdragen. De stichting heeft in februari een verzoek ingediend bij de president en de minister van Binnenlandse Zaken om 19 september tot een nationale dag te verklaren. Ook de vicepresident heeft dit schrijven ontvangen. De stichting heeft nog geen reactie van de overheid ontvangen, maar zij blijft hoopvol gestemd.